Oké, dan plaats ik hier nog een stoel en dan ben ik wel klaar, denk ik. Ik heb namelijk een gigantisch groot politiebureau gemaakt in Bloemburg. Bloemburg is het dorpje waar ik samen met Tormen woon. En sinds kort is Pato erbij gekomen. En één van hun heeft ingebroken in mijn meubelwinkel. En ik ga erachter komen wie dat heeft gedaan. Daarom was het natuurlijk heel belangrijk dat ik een politiebureau ging maken. Aangezien ik vanaf vandaag politieagent ben geworden van Bloemburg. Ik ga het even laten zien. Je komt hier binnen en dan kan je zo praten. En meestal zit ik hier en dan... Hallo, kan ik u helpen? Maar ik heb helemaal geen personeel, dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit. En eigenlijk maakt het sowieso niet echt heel veel uit wat je hier binnen allemaal kan. Want je kan hier namelijk niet heel erg veel. Ik heb het vooral mooi ingericht, want een politiebureau moet natuurlijk wel mooi zijn. Maar ik ga het allermooiste laten zien. En dat is namelijk, als ik hier op het dak sta, kan je heel mooi Bloemburg zien. En kan ik vanaf hier precies kijken wat er allemaal aan de hand is. En wow! De laatste keer dat ik dit heb gezien, was het een kleine speeltuin. En het lijkt nu wel een gigantisch pretpark. Ik ga vandaag dus op onderzoek uit. Dus daar ga ik natuurlijk vandaag ook even kijken. Maar eerst heb ik wat andere belangrijke zaken te doen. Allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik een politieuniform aan moet hebben. En als het goed is, heb ik die hier ergens liggen. Die ligt volgens mij hier. Eens even kijken. Kijk, hier in het kistje. Dit moet ik natuurlijk wel even aandoen. Mijn diamond armor doe ik even uit. Kijk eens aan. Nu lijk ik tenminste op een politieagent. En ik heb jullie beneden nog helemaal niet laten zien. Want een politiebureau heeft natuurlijk ook een gevangenis nodig. Waar ik uiteindelijk de dief wil opsluiten van mijn meubelwinkel. Kijk, je komt hier binnen en dan dit is de gevangenis. Oeh, ik moet natuurlijk niet mezelf opsluiten. Oké, kijk dan. Hier wil je gewoon niet zitten. En geloof me, ik ga de dief vangen en die ga ik daar heel erg lang opsluiten. En of dat nou Torben is of Pato, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Maar het is belangrijk dat ik op onderzoek uitga. En wat is hier dan weer gebeurd? Torben is hier dus wat aan bouwen. Alleen het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon een of andere puntboom of zo. Het is echt heel erg lelijk. Ik heb echt geen idee wat daar allemaal is. Oké, in ieder geval, we zijn aangekomen bij de meubelwinkel. En ik heb al wat camera's opgehangen. Kijk, nu zie je mij op de camera. En ik heb nog een camera. Dat is deze van de voorkant. Alleen, ik heb niet heel veel aan die camera's. En ik heb die camera's dus van Pato gekocht. Dus ik heb het idee alsof Pato de camera's misschien gehackt. Want ik zie helemaal niks op deze camera's. Maar ik heb hier als politieagent even een doek gezet. Dit betekent verboden toegang. En ik heb even iets nodig. Ik heb namelijk uit mijn... Waarom staan mijn deuren open? Nee. Ga me alsjeblieft niet zeggen dat er weer is ingebroken in mijn huis. De vorige keer zijn mijn meubels gestolen. En eens even kijken, is er nu wat gestolen? Het lijkt erop alsof er op dit moment niks is gestolen. Kijk, dit had ik allemaal nog. En hierboven, is hier wat gestolen? Nee. Ook, er is helemaal niks gestolen. Hoe kan dat? Hier zit al mijn spullen nog in. Kijk, zelfs mijn diamond hose zit er nog in. Alles zit er gewoon nog in. En zit mijn spyglass er nog in? Jazeker, kijk. Mijn spyglass, die heb ik natuurlijk even nodig. Want met mijn spyglass kan ik precies kijken wat er allemaal is. En ik ben al zo lang niet in mijn meubelwinkel geweest. Er groeien gewoon spinnenwebben. Oké, eens even kijken. Waar ga ik eerst op onderzoek uit? Ik denk dat het slim is dat ik als allereerst op onderzoek uitga in mijn meubelwinkel zelf. Misschien is er weer ingebroken. Of kan ik misschien nog wat sporen vinden? Kijk, ik mag hier natuurlijk wel naar binnen. Want ik ben een politieagent. Alleen politieagenten mogen hier naar binnen. En eens even kijken. Er is niemand anders online. Dus ik kan alles eventjes heel rustig doen. Wat hebben we hier allemaal? Ik ben hier dus al een keer binnen geweest. Maar ik zie alleen een paar vieze spinnen. Spinnenwebben, maar verder zie ik niks verdachts. Dacht, misschien zit er iets in de bloempot. Eens even kijken. Nee, in de bloempot zit ook niks. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Hallo, dit is... dit lijkt wel een of andere schaar, maar wat ik hier nou mee kan, dat weet ik niet. Hiermee kan ik misschien makkelijk de ramen slopen. Ik heb geen idee wat ik hiermee kan. Maar dit moet ik naar het politiebureau brengen, want dit is namelijk een spoor. Waarom zou iemand een schaar meenemen? Wat zou je met een schaar in een meubel... Ho, met de schaar kan je misschien de draden van de camera's doorknippen. Dus misschien dacht de dief dat er misschien camera's in mijn winkel zouden zijn. En had hij deze dus meegenomen en die is hij dus verloren. Oké, deze moet ik even controleren op vingerafdrukken. Maar dat ga ik een andere keer doen. Dat moet namelijk eerst naar het laboratorium. En dat
kost allemaal heel veel werk. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus ik ga die eventjes hier stoppen. Zo, dit is de kist met alle bewijsmaterialen. Oké, het volgende wat ik moet onderzoeken is het huis van Torben. Torben is namelijk superrijk. Misschien wel de rijkste speler van Bloomberg. En dat vind ik nogal heel erg verdacht. Want hoe kan het dat Torben opeens zo rijk is en ik niet rijk ben? Dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon raar. Torben is de dief. Ik denk dat Torben de dief is. Of is toch Pato de dief? Weet je wat? Laat in de reacties even weten wie jullie denken dat de dief is. Of is er nog iemand die de dief kan zijn? Ik weet het niet. Waarom zie ik daar een camera in de boom? Word ik in de gaten gehouden? Deze camera is niet van mij. En trouwens, ik ben politieagent. Ik mag overal naar binnen. Kijk, ik weet dus dat Torben hier ook een camera heeft hangen. Maar ik ben politieagent. En ik geef mijzelf nu het bevel om hier binnen te kijken. Ja, ik ga het gewoon doen. Oké, eens even kijken. Wat hebben we hier allemaal? Een zadel. Niks bijzonders. Hier zit allemaal niks in. Hier niks. Hier niks. Kijk, dat Torben hier geen goede spullen had, dat weet ik allemaal wel. Maar kijk dan wat Torben hier beneden heeft. Ik weet niet hoe Torben het heeft gedaan. Maar Torben heeft echt een gigantische kelder gemaakt. En ik ben hier laatst al geweest. Maar heeft hij wat dingen veranderd? Hij heeft hier een trappetje naar beneden. En verder leek er niet heel veel veranderd te zijn hier. En boven. Niks zeldzaams. Niks zeldzaams. Kijk, dit wist ik allemaal al dat hij dit allemaal had. Niks boeiends. Heeft hij niet ergens heel veel diamonds? Of oh, als Torben in één van zijn kisten meubels heeft, dan weet ik 100% zeker dat Torben de dief is. Alleen, ik zie nergens meubels. Oh, misschien steelt Torben wel mijn meubels om ze vervolgens door te verkopen aan Pato. Dat kan natuurlijk ook. Eens even kijken. Ik denk dus dat Torben misschien... Oh, dit zijn al Torben zijn spullen. Wat heeft hij hier? Potion met dat je onder water kan ademen. Een treasure map. Nog een keer onder water ademen. Twee bellen. Hoe komt Torben nou zoveel zeldzame spullen? Dit snap ik niet. Ik ga niks stelen. Want straks gaan ze nog denken dat ik de dief ben. Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn. Oh, waarom zou ik überhaupt van mezelf stelen? Dat is ook een beetje raar. Oké, verder hier. Kijk, zit gewoon lapis lazuli in. Niks bijzonders. Oké. Tot nu toe heb ik in dit onderzoek niet heel veel gevonden. Behalve natuurlijk de schaar. Oké, we gaan hier weg. Ik weet namelijk vrijwel zeker dat Pato de dief is. De vorige keer ging Torben en Pato namelijk bespioneren. En toen ik Pato aan bespioneren was, gebeurde er niks. En toen ik Torben aan bespioneren was, is er opnieuw ingebroken in mijn meubelwinkel. Dus Torben kon dat niet zijn, want ik was hem aan bespioneren. Dus het moet Pato wel zijn. Alleen, er hangt daar een camera. Ik hoop niet dat Pato mij ziet. Oké. Hallo, camera. Draai maar de andere kant op. Goed zo. Ja, ga maar daarheen kijken. En heel snel naar binnen. Oké. Hoe ga ik dit slim aanpakken? Kijk, dit vind ik dus al verdacht, hè? Pato, die heeft opeens twee stoelen. Maar ja, aan de andere kant... Pato, die woonde dus eerst in een ander huis. En daar stonden ook al stoelen. En daardoor heb ik geleerd hoe ik zelf meubels kan maken. Dus waarom zou Pato dan meubels van mij stelen? Ik snap het allemaal niet. Hier zit niks in. En heeft Pato boven misschien nog wat? Deze kisten waren vorige keer ook al leeg. Ik snap het niet. Hoe doet Pato dit allemaal? Pato, die heeft helemaal geen spullen. Hij moet ergens een geheime kamer hebben. Dat kan niet anders, maar ik zou niet weten waar. Pato is namelijk voor Torben hier een pretpark aan het maken of zo. Alleen om... Oh, daar hangt hier weer een camera. Waarom hangt hier een camera? Waarom hangen er overal camera's? Mag ik hier niet komen of zo? Om zo'n pretpark te bouwen, moet je dus toch ook een pickaxe hebben en je moet toch goede loot hebben? Hoe kan je dit anders maken? Ik snap het niet. En wow, wat hier nu allemaal staat, heb ik echt nog nooit gezien. Er staat hier gewoon een achtbaan of zo, lijkt wel. Ik weet alleen niet of ik hier mag komen. Ik heb het idee dat hier heel veel camera's hangen, maar ik ben een politieagent. Politieagenten die mogen komen waar ze willen. Dit is het springkasteel. En dit is minimale hoogte. Oké, eens even kijken. Mag ik wel naar het springkasteel? Ben ik een beetje hoog genoeg? Ja, ik ben zeker beter hoog genoeg. En hoe werkt dit? Je gaat hier omhoog. En oh, dan kan je hier daadwerkelijk springen. Dit is best wel leuk. Ik zie hier niet heel veel kwaads in of zo. Nee. Oké, wat is er allemaal nog meer? Je kan hier eieren gooien. Oh, dat is op zich ook wel leuk. Hey, ik heb gescoord. Oké, dat is leuk. Oké, zo. Even terugleggen. Wat is hier allemaal, joh? Hier kan je eten kopen. Wat hebben we hier? Hier hebben we... Dit lijkt wel een circus tent. Wat heb je nou in een circus tent? En dit... Nou, dit is niet normaal.
Dit is gewoon een gigantische achtbaan. Alleen, waar is de ingang van de achtbaan? Er is nog geen ingang van de achtbaan. Oké, het pretpark is dus overduidelijk nog niet af. En ik denk ook niet dat ik hier mag komen. Dus ik ga hier heel gauw weer weg voordat de camera's mij zien. Kijk. Daar is een camera. De camera mag mij niet zien. Ik ben gewoon een undercover politieagent. En misschien hebben ze niet eens door dat ik het nu ben. Omdat ik natuurlijk een politiepakje aan heb. Oké, er is nog één plekje waar ik moet kijken voordat ik het onderzoek stop. En dat is niet hier bij Toby. Eiland. Nee. Dat is in het huis daar in het bos. Dat is de plek waar Pato namelijk eerst woonde. En daar heb ik best wel gekke dingen gevonden. Daar had ik namelijk ooit een keer diamonds gevonden. En een potion dat iemand onzichtbaar kan worden. Dus als je een potion hebt waarmee je onzichtbaar kan worden, dat lijkt me best wel handig om in te breken natuurlijk. Dus dat vind ik nogal verdacht. En als het goed is, was dit huis hier ergens in het bos? Oh, wat zie ik daar? Ik zie een paard. Hé, hey, loopt er een paard? Volgens mij is dat mijn paard. Of is het paard van Torben? Ik heb geen idee. Wat doet hier een paard met diamond armor? Oké, weet je, we gaan maar lekker doorlopen. Ik zoek iets anders. Kijk. Dit zoek ik. Hier is namelijk het huis waar Pato eerst woonde. En Pato zei dus altijd dat hij super graag in Bloemburg wou wonen. En dat hij daarom bij Bloemburg een huis had gemaakt. En hier hangen ook allemaal camera's. Kijk, daar hangt de camera. En daar om de hoek hangt de camera's. Ik moet rennen. Ik mag niet gezien worden. Oké, kijk. Oeh, de camera mag me niet zien. Waarom hangen hier camera's? Het is dus overduidelijk dat hier niemand mag komen. Wacht, als ik gewoon via hier... Zo. Kijk, kan ik via hier het huis in. Oh, daar hangt ook een camera. Ik moet even wachten totdat de camera weg is. Oeh, de camera mag me niet zien. Oké, de camera richt nu een andere kant op. Ik ren gewoon heel hard naar binnen. Oké, ik ben binnen. Hangen er binnencamera's? Nee. Kijk, hier staat dus ook een stoel. Dus waarom zou Pato van mij wat stelen als hier al gewoon allemaal spulletjes staan? Ik vind het maar raar. Eens even kijken. We gaan weer naar... De camera mag maar niet zien. We gaan weer naar buiten, want hij heeft hier nog een ruimte en dat is namelijk hier. En dit is gewoon een lege kamer, wat ik ook verdacht vind. Maar ik heb hier dus al eerder wat gevonden en dat is namelijk deze ruimte. En dit vind ik een hele rare ruimte. Want in deze ruimte staat sowieso hier een of andere machine. Wat dit doet, weet ik niet. Oh, camera's. Oké, deze camera's hebben mij sowieso gezien. Ik heb paniek. Wat moet ik doen? Pato is niet online, dus er zal niks gebeuren. Maar hier staat dus een kaart van Bloemburg, wat ik heel erg gek vind. Oké, ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is. Ik weet ook niet of ik hier heel veel slimmer van ben geworden. Ligt hier een pistool? Waarom ligt hier een pistool? Dit moet ik meenemen voor bewijs. Er ligt hier gewoon een pistool. Iemand moet zijn pistool zijn verloren. Als dit een pistool van Pata is en als Pata bewapend is, dan moet ik Torben waarschuwen, want dit is heel gevaarlijk. En eens even kijken, werkt dit pistool ook? Zitten er wel kogels in? Ik moet het natuurlijk wel even testen. Eens even kijken, waar kan ik op schieten? Op een inktvis. Er zitten kogels in. Er zitten gewoon kogels in. Jongens, laat even in de reacties weten wat ik moet doen. Ik weet het niet meer.